Ja, ik heb het eens gezien, hè. Zeg, kom tegen 7, hè. Dat is onze bal, hè. Ah ja, die bal, ja. Je ziet dat je gelijk hebt, hè. Oeh, met wat? Dat zijn ogen aan de achterkant van zijn kop staan. Dat is hier geen koffiekransje, hè. Dat is hier een training. Je hebt gelijk, trainer. Ja. Hoi, Pico. Ja. Ja. Xavier. Als je een bal wilt stoppen, hè, dan moet je je twee armen strekken. Zo. Zo. Oh. Voilà. Dat is al beter. Dat is al veel beter. Dag Dimitri. Ja, Bieke. Voor wat is het? Want ik heb nu geen tijd, hè. Ja, maar ik heb u niet nodig. Doortje en ik gaan wat kleren kopen voor Billy. Onder de werktijd? Want het is toch 5 uur? 5 uur? Dat duurt toch 10 minuten? Zeg, op die paar minuten zal het nu ook niet steken, hè. Ja, 5 uur is 5 uur, hè. Was dat geld? Geld? Welk geld? Allee, kom dadelijk eens de winkel dicht. Ja, ik ben daar. Tortje, kom eens hier. Je hebt niks gezien, hè? Of anders? Ja. Allee, dag, hè. Omdat ze de winkel toe is. Maar we mogen dat toch gaan vertellen van dat kofferke? Bieke, eigenlijk heb ik niks gezien. En daarbij, het zijn ons zaken niet. Daar is iets niet in orde. Hij deed veel te geheimzinnig. Al had Dimitri 4 koffertjes vol met geld, dan hadden wij daar toch nog niks mee te maken? En jij bent niet nieuwsgierig waar dat geld vandaan komt? Nee. Nee, nee, en nog eens nee. Pico? Ja? Heeft Doortje ruzie met ons Bieke? Ruzie? Ik weet niet. Waarom zouden we die ruzie hebben? Ja, het is toch niet de eerste keer dat Doortje jaloers is? Allee, kom. Jij houdt hem slechte gedachten. Slechte gedachten? Plezante gedachten. Alleen plezante gedachten. Ja. Hey, we moeten er niks over horen, hè. Het zijn nog zaken niet en daarmee uit. Maar je mocht dat je toch vertellen? God, Pieke. Doortje? Ja, Doortje. Zeg, wat zijn onze zaken? Oh, het is niet belangrijk, Pico. Nee? Ik vind van wel. Wat mocht jij niet vertellen van ons Doortje? Pascal, als dat ons zaken niet zijn, hè, dan zijn dat... Als Bieke daar iets mee te maken heeft, dan hebben wij daar ook iets mee te maken. Ik mag niet vertellen dat Dimitri... Bieke! Heeft Dimitri zijn handen niet kunnen thuishouden? Slechte gedachte, Pico. Ik mag niet vertellen dat Dimitri een attaché-kofferke heeft. Oh, zeg maar, dat is geen nieuws, hè. Dat kofferke, dat heb ik al lang gezien. Ja, ja, maar heb je ook gezien dat dat vol geld zat? En allemaal briefjes, hè, Doortje? Geld? Een kofferke vol? Ja. Pico, kom. We moeten onze Billy gaan halen naar de crash. Kom. Ja, Doortje. Ja, maar wacht eens. Hoe komt Dimitri aan dat kofferke? Ja. Kofferke, zeg. Wacht eens, wacht eens. Ik heb hem daar straks iets zien oprapen, hè. Waar? Op het veld, bij die reclamepanelen achter de goal. Ja. Ons veld dus. Zeg, Pico, onze Billy wacht, hè. Het veld van de kampioenen, ja, dus. Als je nu niet komt, dan word ik kwaad, hè. Zeg, Doortje. Ja. Ja. Zeg, wel, nu ben ik kwaad. Ja. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat dat geld van ons is. Ah ja. Stel. Nee, dat kofferje en dat geld, dat is niet van Dimitri en... Ah, Oscar heeft gelijk. Dat geld is van ons. En dat is ook niet van ons. Ja, zeg, nu moet ook niet zo vlug zijn met je mening, hè. Anders zijn het ook niet van de rapsten, hè. Pascalke, gevonden geld, dat behoort toe aan de eigenlijke eigenaar. Ja, ja, dat is juist. Dat is heel juist. Ja. Maar als er geen eigenaar is... Ja. Dat van niemand is, hè? Allee, dat kan toch eens, hè? Ja. Nee, dat kan niet. Allee, Oscar, waarom zou dat niet kunnen? Jij denkt dat geld iets is dat in koffertjes groeit, zeker? Zeg, en het kan ook slecht geld zijn, hè? Ah, voilà. Ah, ja, zeker, ah, voilà. Wat is dat slecht geld? Ja, maar ja, Xavier, geld van een drughandel of ja, zo? En ja, en daar staat geen naam op. Dus is dat van een eerlijke vinder. Dus van Dimitri. Ah, nee.
Dimitri had niet het recht om dat geld te vinden. Dat lag op onze grond. Ah. Op de grond van de kampioenen, hè? Ja, maar dat is iets helemaal anders. Eigenlijk op de bal in de grond. Ah, ja, eigenlijk wel. Ja, oké. Okay. Maar Oscar, ja. Stel, dat geld is van ons. Hm? Dan hebben we de bal in de toekomst niet meer nodig als sponsor. Aha. Hm? En dan kan het ook niet meer aan uw vrouw zitten. Zeg. En dan zou de club geld genoeg hebben om het veld te kunnen kopen. Hé, mannen? Ah, ja. Ja, zeg, nu dat ik er nog eens goed over nagedacht heb, hè. Eigenlijk hebben wij recht op dat geld. Zou ik dat moeten aangeven? Nee. Ik kan beter wachten totdat de eigenaar dat komt ophalen. Hè. Anders steken die flikken dat toch maar in hun zakken. Dat zou toch zonde zijn. Hè. Ah, Dimitri. Ah, Dimitri. Ah, Dimitri. Ja. Ja. En? Ja. Hoe gaan de zaken? Ja, ik mag niet klagen. Ja, kom je iets kopen, want ik heb anders dus werk genoeg hier, hè? Zeg, zijn jij niet gegroeid sinds de laatste keer dat ik u gezien heb? Nee, zijn jij misschien gekrompen? Dimitri, wij moeten eens spreken. Hm? Mannen onder elkaar. Ja, zeg, ik heb nu geen tijd, kom morgen maar een keer terug, hè? Het schijnt dat je ons kofferken hebt gevonden. Op het voetbalveld? Hm. Van de kampioenen. Ons veld dus. Ja, zeg, ik weet niet waar dat je het over hebt, hè. Mag ik nu verder doen? Ik ben een zelfstandige, hè. Jij hebt dus geen kofferken gevonden, hm? Met geld. Een kofferke met geld? Ja, met geld. Ja, zeg, waarom vraag je dan niet of ik geen ezel gevonden heb en dat die geld kan schijten? Oké. Okay. Heb jij een ezel gevonden die geld kan schijten? Maar nee, geen ezel. Dus toch een kofferke? Maar nee, geen kofferke, geen ezel. Ik heb niks gevonden. Moet jij niet oppakken? Nee, die zal straks wel terugbellen. Wil ik anders oppakken? Nee. Ah, het is voor u. Harry. Ja, wat is dat? Dat is mijn kofferke. Miljarden. Dat is de erfenis van mijn moeder. Ah, is uw moeder dood? Nee. Die is overleden. Onlangs. Nou, kom, het is gedaan met uw foefjes, hè, Dimitri. Maar dat zijn geen foefjes. Wij hebben gezien dat jij de kofferke hebt gevonden. En als jij dat niet met ons deelt, dan moeten wij die vondst aangeven aan de politie. Maar jij bent zot zeker? Enfin, we mogen het aangeven, maar nu toch nog niet? Ah. Nee, dan zijn we akkoord dus. Maar ik ben niet akkoord. Ik ben de vinder en ermee uit. Ja, kom. En wat gaat je doen? Ik ga mijn plicht vervullen als goeie burger. Ja, er zijn niet alleen plichten, maar dus ook rechten, hè? Ja. Ja. Voor iedereen. Voilà. Allee, goed. Maar er mag niks van dat geld gebruikt worden, zolang het niet bewezen is dat het van niemand is. Hè? Ja, maar ik zal het zo lang bijhouden. Nee. Oscar zal het bijhouden. Ikke? Ja, ik wil dat anders ook wel bijhouden. Met iemand als Carmen in huis? Nee, dan maar beter Oscar. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik zal dat ons Pascal geven. Dus jij betaalt nu de huur van de 3 achterstallige maanden? Deze maand? En de komende, dat zijn 5 maanden, hè, Oscar? Ja. Suikertante gestorven, zeker? Nee. Een suikertante kunnen dat moeilijk noemen, hè, Oscar? Wat dan? Heb je gewonnen met de lotto? Misschien. Misschien ook niet. Jij lost ook niet veel, hè? Zijn geld goed belegd, hè? Wat zeg jij nou? Om geld te beleggen moet je gestudeerd hebben, ze. Ieder zijn vak, zeg ik altijd. De ene kuisvrouw en de andere cafébaas. En training. Wat een caféploeg, hè, Oscar? En jij? Waar zit jij goed in, meneer Boma? He? Ik? Ja. Nee, dat is toch duidelijk? Ja. In sausissen draaien, zeker? Ja. Die moeten er ook zijn, hè, Oscar? Oh, ik weet niet. Misschien. Ja. Misschien ook niet. Allee, voorzitter, ik ben er mee weg, hè. Zeg, Oscar, doe ze de groeten, hè. Beste, hè. Ja. Money, makes a funny in a rich man's world.
Hé, hey, Dimitri. En wel, Doortje, wat zegt je nu van mij als grote zakenman? Een grote zakenman, die gaat niet eens in en overal naar de architect, hè. Oh. Maar je ziet dat verkeerd, Doortje. Alle grote mannen die zijn klein begonnen. Allee, neem nu Eddy Merckx. Eerst een klein coureurke, maar nu maakt hem zijn eigen velo's, hè. En jij als klein garagistje, jij gaat nu zelf je eigen auto's maken, zeker? Oh. Ik, Doortje. Ik, hè. Ik ga een impermeabel opbouwen. Een wat? Zo'n keten dus van garages, hè? Imperium. Oh, ik zie het al, hè. Zo DDT-cars, imperium. Ga schoon worden, hè. Allee, dus jij gaat verhuizen? Wat belangen niet? Allee, voorlopig toch nog niet, hè. We gaan eerst hier de zaak uitbreiden, hè. Ja, maar veel gaat hier toch niet kunnen uitbreiden. Of we zouden in de hoogte moeten werken, natuurlijk, maar ja. Maar waarom, Doortje? Er is hier toch grond genoeg rond de garage? De kampioenen, die gaan nooit verkopen. De kampioenen? Dat denk ik ook niet. De kampioenen niet. Oh, zijn dat de plannen van uw nieuw imperium? Ja, en door een goede architect getekend, hè? Ja, maar zeg, we hadden toch afgesproken dat we nog geen geld zouden uitgeven, hè? Maar ik geef toch nog geen geld uit? Ik moet mij pas betalen binnen 30 dagen. Je had ook beter een maatje groter genomen. Ja? Waarom? Ah, ik weet niet, maar op die manier accentueert je nogal mijn figuur? Als je dat zo wilt noemen, ja. Is er iets mis met mijn figuur misschien? Nee. Maar ik zou daar niet zo mee te koop lopen. Ja, wat je niet hebt, kun je ook niet laten zien, hè, Pascalke. Weet Xavier er al van dat jij volop aan het kopen bent? Terwijl dat geld nog niet verdeeld is. Oh, waarom zou ik wachten? Jij wacht toch ook niet eens zo te zien? Dat dupjeske? Ja. Dat had ik anders ook gekocht. Ja, jij zwemt in het geld zeker. Is het daarom dat Oscar al die achterstallige huur is komen betalen bij Boma? Hé? Ja, jij bent mijn schat, hè. Doortje, kom eens kijken. Nu gaan we papa verrassen, hè. Ja. Jongens, zeg Doortje, dat had je nu toch wel kunnen zeggen, hè. Ja, en jij dan? Ja, maar dat was toch geen verrassing meer? Nu wel, ja. Zeg maar, van welk geld heb jij die koets gekocht? Van ons spaarcenten. En jij, de nieuwe? Ik ook. Ja, ik dacht, als we binnenkort toch geld gaan hebben... Ja, dat dacht ik ook. Ken je die? Ikke? Van waar zou ik die kennen? Wat komt die hier dan doen? Ja, wat komt een mens wel doen in een café? Pintje, meneer. Laat maar, Pascal, ik zal dat wel doen. Schoon weer, meneer. Alsjeblieft. Allee, het is toch al slechter geweest. Het schijnt dat we hier een zekere meneer Boma kunnen vinden. Boma, c'est moi. Zou u met ons willen meekomen naar het bureau, meneer Boma? Waarom? Ze hebben toch niet gebroken bij fabriek, zeker? Er zitten toch geen drugs in uw saucissen, zeker? Oh, dat is goed dat je daar zegt. Gewoon routine, meneer Boom. Kunnen we dat hier diagraseren? Nee, dat kan niet. Ja, maar ik ga u eerst een pit tegen, hè? Kom, hè? Niet tijdens de dienst sturen, meneer Boma.
Want dat heb ik nu nog nooit geweten. Wie rijdt er? Ik, als u nog maar loslaten. We komen u anders wel bezoeken. Ja. Pascal, dat zal toch niks te maken hebben met dat... Wel, met dat... Dat geld dat DDT heeft gevonden. Dat zou toch kunnen? Ja, het is al goed, hè? Je maakt mij zenuwachtig. Pascal, waar heb jij dat gevonden geld verstopt? Op een plaats waar dat jij dat niet kunt vinden. Dat is goed. Dat is heel goed. Hallo. Zou ik meneer Boma eens mogen spreken, alstublieft? Ja, Dimitri. Ah, je zei dat toch? Ja, ik dacht dat het iemand anders was dan een telefoon. Ja, wie denkt jij aan de lijn te krijgen als je daarbij belt, hè? Oh, ik weet niet, de politie misschien? Weet je nog zoiets, mijn jongen? Je bent dus weer vrij. Allee, ik dacht dat je nog vast zat en ik dacht, allee, ik zal maar een keer bellen, hè? Ja, als ik nog vast zat, dan zat ik zeker niet hier, hè, zeg. Ja, dat... En bestaat de kans erin dat je terug binnen moet? Als ik terug binnen moet, zal ik het zeker aan uw neus hangen. Het is maar als je geldproblemen hebt, dan kan ik u wat geld geven... In ruil voor het voetbalveld. Maar we kunnen er toch een keer op een andere keer over spreken. Ik heb nu geen tijd, ik moet naar mijn advocaat. Maar goed. Apropos, waarom hebben ze nu feitelijk meegenomen? Bagatelle, een affaire van vals geld, waar ik niks mee te maken heb. Nee, jij ook niet. Hallo? Onbeleefd, Rick. Ta-da-papa. Man walks down the street, he says, why am I soft in the middle of? Why am I soft in the middle of? Na 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 na. Zeg, wat is dat allemaal? Pa-da-pa. So to na cartoon, a fool and a fool and a... I won't be alone. Bieke. Ben jij zet dat af? Oscar, die kalm. Wat zeg je? Versta je met dat ding op, hè? Zet dat af. Pascal. Ik zou graag hebben dat je nog een beetje wacht bij het kopen van alles en nog wat. En jij ook, hè? Doe niet onnozel, hè. Wel lekker eten en een deupjeske, dat kan toch geen kwaad, zeker? Ja, en we hebben nu toch genoeg geld in reserve, hè? Geld dat nog altijd niet van ons is. Vergeet dat niet. Maar ook al moeten wij dat teruggeven, de eerlijke vinder die krijgt altijd 10%. Ja, maar de eigenaar is niet verplicht om dat te geven, hè. Je hebt er trouwens al een deel van de huishuur mee betaald. Dat was toch van ons eigen geld? Ja, het grootste gedeelte wel, maar ik kwam een paar duizend frank tekort in Oscar, omdat ik dat dupjeske gekocht had in een paar spulletjes voor ons bieken. Wat blieft? Heb jij van dat gevonden geld gebruikt? Ja, een paar duizend frank, Oscar, dat heb ik geleend, dat is nu toch niet zo erg. Pascal, de afspraak was dat er van dat gevonden geld niks ging gebruikt worden. Niks, geen frank! Binnen! Balthazar! Voorzitter. Kom, ga zitten. Wat is er gebeurd? Amai, jij komt precies uit gevangen, jij. Zo voel ik mij ook, kind. Ja, ik zal u een borrelje geven. Toch niks serieus? Hé? Ik zal zeggen gelijk het is, hè. Ja. Ik ga gisteren naar de bank, met geld. Ja. Zit daar toch wel vals geld tussen, zeker? Amai, dat is ook niet om mee te lachen. Mijn gedachte, die zal Darwin niet kunnen nu op de pijnbak leggen, kameraad. Op de duur was het precies of ik had ze zelf gedrukt, hè. En je hebt dat toch niet gedaan, Balthazar? Pascal begint niet. Ja, het zou toch kunnen? Het probleem is dat ik... Allee, hoe kan ik nu weten van waar dat vals geld komt? Iedereen geeft mij geld. Ja, dat trucje moeten mij ook eens leren. Oscar, ik kan het van u gekregen hebben. Hé? Gisteren zijt je mij toch een uur komen betalen. Hey, ik ben maar aan het zwansen, hè, joh. Da 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 da
If I were rich. Doortje, zijn je iets vergeten? Doortje? Tja. Ah, dag meneer. Ja, maar dat is mijn koffer, hè? Blijf maar rustig liggen. Ik heb al gevonden wat ik zocht. Ja, ja nee, maar alles wat van mij is ook van u. Werk maar rustig verder. Ja, tuurlijk. De plannen van meneer Piperium. Mannetjes, stilte. 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 Oscar, zeg het nu maar. Ja. Beste vrienden. Ja, kom een kampioen, geen speech, hè. Ja. Er moet gehandeld worden. Je hebt gelijk, Pico. Mannetjes, wat gaan we nu doen nu we weten dat gevonden geld vals geld is? Ja, nu zitten we met dat probleem, hè. Ja. De afspraak was nogthans dat er geen frank van dat geld ging gespendeerd worden. Ja, dat is waar, kampioen. Ja, dat is zo. En het was ook niet mijn bedoeling, maar... Oscar heeft er maar een paar duizend frank van geleend. Pascal! Ja, de rest was eigen geld. Ja, dat kun jij wel zeggen, hè. Ik heb al spijt dat ik dat geld niet heb bijgehouden. Ja. Dan had je nu al lang in de bak gezeten. Ja. We moeten nu geen ruzie maken. Nee. We kunnen er beter voor zorgen dat vals geld hier weg is. Pico, daar ben ik het volledig mee eens. Ja, kunnen we er nu toch niet een klein beetje van nemen? Nee. Allee, om je snaf te tanken of zo, dat kan toch even waar, zeker? Carmen, dat geld, dat moet hier weg. Nu. Ja. Weet je wat? We brengen het gewoon terug naar DDT. Oscar, jij zorgt daarvoor. Ik? Ja. Oh ja? Jij hebt het toch bijgehouden? Ons Pascal heeft het bijgehouden. Oh nee, nu moet je het niet op mij steken. Jij bent ermee thuisgekomen. Jammer. En als ze mij tegenhouden met al dat vals geld? Allee, pa, toch niet van hier tot aan DDT, zeker? Nee, zeker. De Rijkswacht is misschien al onderweg om huiszoekingen te doen. Zeg maar, ik vind dat toch eigenlijk niet eerlijk. Weer DDT met al dat geld opzadelen. Waarom niet? Hij heeft het gevonden, dus het is zijn geld. Ja. Hij kan het altijd terugleggen waar dat hem het gevonden heeft. Voilà, dat denk ik ook. Allee, waar is het geld? Ja. Bon. Och, zeg, in de stoof. Had ik dat geweten, hè? Voilà, Oscar. Ja, maar ik... Ja, u zeven. Pascal, ik doe dat niet. Dag, Oscar. En nu ben ik ook nog mijn plannen kwijt, hè. Voilà. Krijg je uw geld terug. Wat blieft? Ja, we hebben er nog eens over gebabbeld en we vinden dat de vinder de eigenlijke eigenaar is. Allee, ik ben er nu mee weg, hè. Ja, maar wacht eens. Wat? Waarom brengt jij dat geld terug? Ja, wel omdat jij de vinder zei, hè. En nee, gisteren, dat was ik dan niet? Nee, ja, allee, ik bedoel, toen was dat allemaal nog niet zo duidelijk. Zeg, dat heeft toch niks te maken met die affaire van Boma? He? En die bandiet die een kwartier geleden geweest is? Bandiet? Welke bandiet? Ik moet dat geld niet hebben. Ja, maar ik ook niet, hè. Waarom niet? Omdat dat vals geld is. Ik heb daar niks mee te maken. Ja, maar ik ook niet, hè. Kalm. We moeten vooral kalm blijven. Jij hebt goed klappen, jij. Jij hebt in een gast hier nog niet gezien, hè. Brand u een alsbrander? Ja, waarom? Verbranden. Dan zijn alle bewijzen weg. Al dat geld? Al dat vals geld. Je hebt gelijk. Kom. Goed stoofje. Ja, daar brandt alles in, hè. In zo'n allesbrander. Schoofurken. Ja, maar het is met pijn in het hart. Bij mij niet. Ik ben content dat ik er vanaf ben. Van wat? Hé? Wat, hè? Jij bent al terug. Zij iets vergeten misschien?
ik ken u. Jij was gisteren in het café, hè? Hoe is het ermee? Oh, dat is mijn plan. Was het geen goed plan misschien? Waar is mijn geld? Geld? Heb je het geld hier van beneden gezien, Oscar? Geld? Nee, maar ik dacht dat jij... Nee. Je zult het zelf eens wel weten. Dat is warm. Ik vond het de beste oplossing. Ik ook. Dank je, Oscar. Maar blijft onze pa nu toch? Bieke, maakt mij niet nerveus. Het is zo al erg genoeg. Hij is nog maar een half uur weg. Van hier tot bij DDT, dat duurt nog geen 5 minuten. Oh, maar meisje, weet je wel hoe lang Xavier erover doet om van zijn werk tot thuis te geraken? Het gaat over onze pa. Wat is het bij uw pa, Bieke? Ze hebben het toch niet in de bak gestoken, zeker? Balthazar, ik vind dat niet grappig. Pascalke, zeg. Ik ben aan het zwansen, hè. Ja, ik moet zeggen, ik kom niet bij van het lachen. Hier. Hij mag terug op zijn 2 oren slapen, uw Oscar. Dat geld dat hij mij gegeven heeft, was niet vals. Hoe, dat was niet vals? Jij wilt u zeggen dat dat geld dat jij van ons gekregen hebt, niet vals was? Nee, ze hebben de daders al gevonden, hè. Zeg, had jij geen half uur vroeger kunnen komen? Ja. Waarom? Wij moeten ons geld terughalen, hoor. Maar die moet even op onze Nero. Pascal? Zeg, Boma, jij past op onze Billy, hè. Wat is er niet voor ons op de kot? In de stoof? Ja, wij dachten... Oscar dacht dat het de beste oplossing was. Hey, Oscar? Hey, ja, die kon niet weten dat dat geld van u was, hè. Zeg, in verband met dat geld. Dat is allemaal opgelost, dat was slecht geld. Oh, ja, maar hoe? Je hebt het dan toch nog? Ja. Al dat vals geld, dat is verbrand. Ja, dat was geen vals geld, dat was echt geld. Het is niet waar, hè? Oh. Vals of niet, ik ben content dat ik er vanaf ben. Hè. Ik ga nu de politie bellen. Het is niet waar, als je weg zit, Maxine. Oh, dat geld is niet zo. Alles is weg. Hier, zie. Nog een souvenirje. De broodzak van Pascal. Ja. Huh? Nog 5.000. Oh, dat is een echt. Xavier heeft dat eerst gevonden. Ja, maar Carmen heeft gelijk. Ja, dat ligt in mijn infrastructuur. Hela, dat stak in mijn broodzak. Ja, maar kom, die 5.000 frank, geef dat hier. Billieke dodo, slaapt en doet u nootjes dood. Billy, go, go, go.